Hallo, ik ben Nick en vandaag gaan we het hebben over adverteren op het bol.com platform. Waarom is het handig om te adverteren op het bol.com platform? Allereerst vergroot het je zichtbaarheid. Je komt namelijk meer onder de klanten te zien met jouw producten. Anderzijds is het ook een soort investering waardoor je kan stijgen in de ranking. Hiermee zul je dus een hogere positie krijgen in het bol.com algoritme. En verder, na een tijdje als je de advertenties goed in orde hebt, kan je het ook zien als een winstgevend businessmodel. Dus hoe meer euro's je erin stopt, hoe meer je er ook voor terugkrijgt. Er zijn een paar belangrijke kernwoorden rondom adverteren op bol.com. Allereerst heb je CTR, dit staat voor click-through rate. En dit is het percentage van de personen die ook echt doorklikt op de advertentie. Dan heb je nog CPC, dit staat voor kost per klik. Oftewel het aantal euro of cent dat je betaalt per advertentie. Daarnaast heb je ook ACOS, dit staat voor Advertising Cost of Sale. En eigenlijk zijn dit de advertentiekosten gedeeld door de omzet. Als je gaat kijken naar de financiën, je betaalt eigenlijk pas per klik. Dus je kan er bij wijze van een paar honderd euro op je account opzetten, maar het wordt pas afgeschreven als een klant ook echt op je advertentie klikt. Vergeet verder ook niet om een dagelijks maximum budget in te stellen, voordat je meteen op dag 1 heel je budget er doorheen hebt. En verder worden je kosten maandelijks verrekend in je uitbetaling. Dus de kosten die merk je achteraf pas. Dan is er nog het onderwerp, ga je het automatisch instellen of ga je het zelf handmatig beheren? Je kan namelijk de advertenties door bol.com laten doen, maar je kan het ook zelf doen, dus in eigen beheer. Ten slotte is er ook nog de optie om het uit te besteden aan een agency of aan een persoon in je netwerk die je goed in is. Like, deel en abonneer op het YouTube kanaal van Boloo. Wij droppen wekelijks gratis content voor jullie bol.com ondernemers.